De ambitie is er, maar hij heeft niet het brandende en urgente karakter van bijvoorbeeld de ambities in de nieuwe groeieconomieën, China en India. Wie daar komt, wie werkt met name ook jonge, pas afgestudeerde Chinezen of Indiërs, allemaal heel hardwerkend, heel pinter, die is echt verbaasd over wat ze allemaal willen en hoe graag ze het willen. Wat dat betreft hebben wij natuurlijk de welvaart in ons verwerkt en denken wij dat de work-life balance toch ook wel heel belangrijk is, wat die is. En willen we ook aan de kant van work wel een offertje brengen, misschien in ons ambitievermogen, om aan de kant van life het wat beter te doen. Nou, daar hoef je bij Chinezen niet over te beginnen. Die zien dat heel anders. Dus ja, we hebben wel ambities, maar dat zijn dan bredere ambities en niet alleen gericht op economische welvaartsgroei. Ik vind het veel te somber om nu al te zeggen dat Nederland in Europa niet kan voorttrekken en Europa niet in de wereld. Ik zie ook eigenlijk geen enkele reden voor die somberheid. Je zou kunnen zeggen dat juist op dit moment blijkt dat in ieder geval de euro een meer dan gelijkwaardige concurrent is met de dollar als het gaat om de wereldvaluta. Je ziet ook in Europa toch een aaneengesloten markt ontstaan met, laten we zeggen, 450 miljoen consumenten. Dat is aanzienlijk groter dan wat Amerika te bieden heeft. Je ziet in Europa toch nog steeds een opeenhoping van wetenschappelijk en cultureel kapitaal, als ik het zo mag noemen. Ook dat geeft een basis voor toekomstige welvaart, als ze die weten te benutten. En je ziet binnen Europa, Nederland als economie, het ongelooflijk goed doen. Allemaal relatief natuurlijk, het kan allemaal nog veel beter in absolute zin. Maar ten opzichte van onze Europese concurrenten hoeven wij ons eigenlijk voor niemand te schamen. In het rapport van de SER Europa 2020 uit 2009 staan een aantal doelstellingen op sociaal-economisch gebied. Is er een noodzaak tot bijstelling door de crisis? De doelstellingen op zich niet, want die zijn eigenlijk kenmerkend geweest voor de SER vanaf, ja, zolang als iemand zich hier kan herinneren. En dat is vrij lang. Dus we zijn het er eigenlijk altijd wel over eens gebleven. En dat is een groot goed. En ik vind ze zelf ook eigenlijk, als ik zo mag zeggen, prima. Want wat er in zit, hoort er ook in te zitten. Er staat iets over economische groei en welvaart. Er staat iets in over duurzaamheid. Dat is toch een niet weg te denken randvoorwaarde. Er staat iets in over inkomensverdeling. Dat zijn toch eigenlijk wel de indicatoren waar het om zal blijven gaan. Dus die doelstellingen is niks mis mee. De invulling, die varieert. En de route waarlangs we er komen zal zeker variëren. Maar dat lange termijn perspectief, dat moeten we maar vasthouden. In het rapport wordt ook de aanbeveling gedaan 3% van het BBP te besteden aan R&D. Dat heeft Nederland al lang niet meer gehaald. Nederland haalt die doelstelling niet, overigens in breed gezelschap, want het is een Europese doelstelling. We hebben die doelstelling niet zelf bedacht, we hebben hem overgenomen. Die blijkt voor Europa ook buitengewoon ambitieus te zijn. Eigenlijk voor bijna iedereen te ambitieus. En er is ook wel een excuus voor Nederland, want die doelstelling reflecteert een economie die wat industriëler is dan de onze. Dus dat alleen al stemt tot enige bescheidenheid. We hebben daar wel aan gerekend. 2,5% zou voor Nederland ongeveer aan de Europese norm zijn. Daar zijn we overigens ook niet. En we zijn er niet omdat zowel aan de publieke als aan de private kant we tekortschieten. En in alle eerlijkheid aan de private kant nog iets meer dan aan de publieke. In Europa 2020 wordt gesproken over flexicurity. Flexicurity is de combinatie van flexibility en security. Dus aan de ene kant aanpassingsvermogen zou je kunnen zeggen, wendbaarheid, flexibiliteit. Aan de andere kant veiligheid en voorspelbaarheid. We willen eigenlijk allebei. We willen een economie die zich aanpast aan veranderende omstandigheden, met daarbinnenin bedrijven die dat doen. Dat geeft de roep naar flexibiliteit. Maar tegelijkertijd vinden we het allemaal voor onszelf toch wel prettig om een veilige en voorspelbare toekomst te hebben. Dus liever ook flink wat zekerheid. Nou, die verdragen elkaar dus niet automatisch. Een van de grote opgaven van Europees beleid, in het bijzonder ook sociaal beleid, en dat is in Europa ook heel vaak nationaal sociaal beleid, is om die mix voor elkaar te krijgen. Dat is in Nederland ook niet eenvoudig, want wij houden ook erg van zekerheid in Nederland. Maar toch is dat de laatste jaren helemaal niet zo slecht gegaan. Al kan het ook altijd beter. Een grote stap vooruit in Nederland was het Flexakkoord, wat in de 1997 uiteindelijk tot stand kwam. Op een moment dat de Nederlandse politiek met de handen in het haar zat rond precies dat onderwerp, is uiteindelijk toch ook weer tussen werkgevers en werknemers een afspraak gemaakt die heel veel jaren heel goed heeft gefungeerd. Ja, vroeger of later zal die wel weer eens aan de orde komen. Maar voor Europa is het een hele wezenlijke opgave. Wij willen
een economie zijn, denk ik, met elkaar die wat meer zekerheid biedt dan bijvoorbeeld de Amerikaanse. En we zouden wel graag in de buurt van de Amerikaanse willen komen als het gaat om aanpassingsvermogen. Nou, die mix.